Bij deze wil ik u mede namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, mevrouw Marie Levens, staf en functionarissen, van harte feliciteren met het bereikte mijlpaal. Het is vandaag zover dat het praktijkcentrum is opgezet. Het is de taak van het MINO, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, steeds onderwijs betekenisvoller te maken. Welke inhoud dat leerlingen, studenten constructief gaan leren. Met andere woorden, een krachtige leeromgeving waarbij de student functioneel en levensecht leert. Hierdoor wordt er een beroepsidentiteit ontwikkeld. Het doel is dat het aangeleerde wordt toegepast in andere contexten. Het steeds praktischer maken voor hen die een beroep willen gaan uitoefenen, gebaseerd op wetenschap, noemen we toegepaste wetenschap. Het begint op de kleuterscholen, waar onze kindjes al zelf een zaadje in een vruchtbare bodem zetten en ervaren hoe dat zaadje ontkiemt. Dit project past volledig in onze nieuwe visie op het ministerie. Leren door te doen, dat is wat we gaan nastreven. Begrijpen wat je doet. Als directeur beroepsonderwijs zie ik hier een prachtige samenwerking ontstaan. Het zal werkelijk niet gaan staan als een mooi gebouwtje of een mooi centrum, maar dat we gaan kijken met z'n allen gezamenlijk wat we onze mensen, onze lerenden kunnen aanbieden. Wij van het ministerie van Onderwijs juichen het toe en natuurlijk heeft u alle ondersteuning hierbij. Wij feliciteren u, minister LVV en staf en geheel Suriname, nogmaals met de nieuwe ontwikkelingen.